Ik krijg dikwijls de vraag, hoe doe jij dat toch? Er zijn maar 24 uur op een dag en, en jij doet precies zoveel meer dan andere mensen. Ja, ten eerste, ik weet niet of dat ik meer doe dan andere mensen. En ten tweede, uh, ja, ik heb daar uh, het warmwater in uitgevonden, maar ik heb wel een aantal dingen die mij echt helpen om mijn werkdag beter te plannen en te organiseren. En dat deel ik vandaag met u in aflevering 66 van de Business Diet Podcast. Hallo en welkom bij de Business Diet Podcast. Ik ben Vincent van der Putten. En ik deel elke week tips, tricks en tools met je om ervoor te zorgen dat jij de beste versie van jezelf kan worden. Welkom op aflevering 66 van de Business Diet Podcast. En vandaag ga ik het een beetje hebben over dingen die voor mij werken en die u misschien ook kunnen helpen om uw dag anders te maken. Beter misschien te organiseren. Uh, er zijn ook weer een paar persoonlijke dingen die, die ik doe, die ik nu anders doe dan ik vroeger deed, en, uh, ja, en die mij dus wel helpen. En dat is eigenlijk gekomen vanuit een vraag. Um, sommige mensen die mij de vraag stellen: ja, hoe doe je dat allemaal op, op een dag? Hè? Er zijn maar 24 uur. Um, ja, en, en jij doet precies zoveel. Nu, ik weet echt niet of ik zoveel meer doe dan andere mensen. Maar ik heb wel geleerd om mij redelijk goed te organiseren, zodanig dat ik op zijn minst de dingen die ik doe op een zo ja, rustige manier, rustig mogelijke manier. Mijn uh, collega's of teamleden zullen niet altijd zeggen dat ik alles op een rustige manier doe, maar ik vind dat dus wel, toch zeker in vergelijking tot vroeger. En dus ja... Um, ik wou zo'n paar dingen delen die ik dan vandaag de dag anders doe dan ik ze vroeger deed. En die mij echt wel helpen om mijn een dag beter te organiseren. En soms zijn mijn werkdagen wel langer dan de, ja, dan de acht uur. Maar dat is denk ik voor de meeste ondernemers onder ons zal dat wel zo zijn. Ik denk dat de anderen echte uitzonderingen zijn. Dus ja, ik denk wel dat ik redelijk veel werk verzet. Maar ik heb niet echt dat gevoel dat ik dat doe. En ik denk dat dat komt door twee dingen. Eén, omdat ik datgene wat ik doe heel erg graag doe. Ja, en dan... Dan heb ik al minder het gevoel dat ik hard ontwerken ben of zo. En ten tweede, ja, een stukje door die organisatie. Um, wat ik vooral ga delen, maar dat is een beetje, het is een beetje de wereld op zijn kop. Ik ga al beginnen met te zeggen dat ik de avond voor mijn werkdag. dat ik dan eigenlijk mijn daaropvolgende werkdag overloop, maar niet meer in de vorm van een lijstje. Zoals dat ik het vroeger deed, maar echt op een heel andere manier. Maar dus, mijn eerste puntje dat ik toch wil meegeven is, ik doe dat wel heel bewust. De avond voor mijn werkdag kijk ik zo eens even wat er allemaal op mijn bord ligt, of op, op mijn pad kruist, zal ik dan maar zeggen, de daaropvolgende werkdag. Dus ik doe dat ook op een zondagavond bijvoorbeeld. Um, waarom zeg ik nu, het is een beetje achter tevoren, want op het einde van ik met jou delen, wat ik dan anders doe in ja, dat overzicht van datgene wat ik dan moet doen. En dat is fundamenteel anders. Het is ook een beetje een teaser om ervoor te zorgen dat je toch zeker tot het uh, einde van de podcast blijft. Allee ja, dat hoop ik dan. Ja, dus hoe ziet mijn dag eruit? Uh, ja, mijn dag begint uh, smorgens ja, soms nogal vroeg. Uh, niet, niet veel vroeger dan, uh, ja, dan mensen die bijvoorbeeld in een bouw, bouw werken of zo. Want dat zijn mensen die echt wel heel erg vroeg opstaan. Ik hoor die soms bij ons, bij ons in de buurt aankomen. En dan ben ik nog met mijn ochtendroutine bezig. Mijn ochtendroutine, uh, ja, daar zit het woord routine in. Dus dat is echt wel iets dat ik, uh, ja, dat ik echt wel elke dag doe. Ik geloof in consistentie. Als je dat nog, uh, nog niet had gehoord van de business het, ja, consistent handelen vind ik beter dan zoiets ene keer per zoveel iets doen. Maar dus, ik heb echt wel een, een routine die ik elke dag herhaal. En dat is: uh, ja, smorgens vroeg, uh, voor ik opsta, mediteer ik even. Uh, daar heb ik een bepaalde meditatietechniek. Daar zal ik het misschien ooit in een andere podcast nog wel eens even over hebben. Maar toen, dat doet mij heel erg veel. Uh, deugd, dan ja, het is een beetje mijn eigen regels overtreden, maar dat komt omdat ik dus niet badge. Dus ik, 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 uh, ik ga al, uh, op het moment zelf, à la minuut, dingen uh, posten, zowel op Instagram als op Facebook. Um, op Instagram is het natuurlijk businessdiet, op Facebook heb ik een heel ander uh, ja, stuk uh, content wat ik deel met de mensen onder mijn persoonlijke naam en dat gaat echt over, uh, ja, dat, gaat niet, dat gaat niet over ondernemen, dat gaat niet over business, dat gaat over ja, de wereld waarin we zijn terechtgekomen en de vrijheidsberovende maatregelen, zoals ik ze als vrijheidsberovend uh, ervaar, dus dat staat hier helemaal los van. Um, je moet dat trouwens ook, uh, ja, dat is niet een kwestie van goed vinden of slecht vinden, uh, ik, ik Probeer juist de polarisatie daartegen te gaan. Maar goed, dat doe ik niet ter zake. Wat wel ter zake doe is dat ik daar natuurlijk altijd wel tijd in steek. En dus ik doe dat s'morgens vroeg. Heel soms bereid ik de avond ervoor mijn content voor. Zowel voor Instagram als voor Facebook. En dan post ik die. Maar dus ik doe dat niet. Ik zal zeggen, in batches van een week op voorhand. en dan alles op een gemakkelijke manier posten. Dat doe ik dus niet. En dan. ...doe ik uh, meestal wat uh, sport... ...of als ik ochtends niet aan sport doe... ...dan doe ik dat zo tegen een uur of vier, vijf... ...ik heb al gemerkt voor mij dat dat goed werkt... ...dat is voor iedereen anders natuurlijk... Hè. ...iedereen heeft zijn golden hours... Hè. En dat, is zo, ...dat zijn die momenten waarop dat, ja, de energieflow voor jezelf... ...dat die zo ja, beter vloeit, zal ik maar zeggen... En, uh, voor sporten is dat bij mij zo rond 4-5 uur. Dus als dus, ik kan, probeer ik dat op die momenten te doen. Dus ochtendroutine en dan ja, uiteraard uh, ja, hey, badkamer, uh, douchen, uh, scheren en toestellen enzovoort. Uh, ik heb dan ook elke ochtend een ijskoude douche die ik neem. Dat doet allemaal niet ter zake dat je dat niet doet. Dat gaat je werkdag waarschijnlijk niet op een andere manier uh, laten verlopen. Bij mij wel, vind ik. En ik manifesteer dan ook nog eens onder de douche. Als je daar meer wilt over weten. Ik denk uh, drie podcasts geleden heb ik het uh, daarover gehad. Trouwens, een van de meest succesvolle uh, podcasts die ik al heb gepubliceerd, uh, blijkbaar. Dus een wensen dat is toch wel uh, interessant. Anyway, dus dat is een ochtendroutine. Um, ik werk heel veel van thuis uit. Ja, dat komt natuurlijk door de gebeurtenissen, uh, door de coronacrisis. Uh, en het team werkt ook uh, heel veel van thuis uit. We hebben één dag dat we echt fysiek ook uh, samenkomen. Maar dus, mijn ochtendroutine die start dan met, uh, nou ja, zouden zeggen ontbijten, dat doe ik niet. Um, dat is eigenlijk sinds dat ik uh, iemand heb ontmoet, Pieter Lorridon, die mij daar heeft in geïnspireerd om uh, eigenlijk het, het stukje wanneer ik eet, om die food window, om het even zo te noemen, om die enorm in te korten. Dus, ik eet tussen één uur s middags. En 8 uur s'avonds en daarbuiten eet ik niet meer. Ik moet zeggen, dat geeft mij meer energie, ik voel me er beter door. En ik vind dat helemaal niet zo moeilijk als dat mensen soms uh, zeggen. Dat noemt dus intermittent fasting, ik vind dat nogal ingewikkeld. Ik zeg gewoon, ik eet, tussen, ik eet om 1 uur, ik eet om 7 uh, uur en daarbuiten, buiten, ertussendoor en zo eet ik niet. Zwart. Allemaal niet belangrijk, want ik wil eigenlijk komen tot de, tot de essentie. En dat is dus na die ochtendroutine maak ik dan meestal een mindmap. Ik weet niet of je dat kent, maar ik zal er een tonen voor zij die nu naar YouTube aan kijken zijn. Dan zie je dat. Dat is een mindmap. Ik heb dat ooit geleerd. Uh, heel lang geleden. Ik gebruik dat al, ja, ik denk al helemaal mijn leven. Mindmaps. Ik heb al nagedacht nou of ik daar misschien een podcast moest over doen, want dat helpt mij echt ongelooflijk goed in mijn leven. Ook als ik zo het gevoel heb van, het is te veel en zo, dan maak ik weer even de mindmap. En dan is mijn hoofd zo precies wat vrijgemaakt. Maar... Um, dat is natuurlijk heel moeilijk om daar een podcast over te maken waar je naar nou luistert. Het is bijzonder visueel. Dus dat zou eigenlijk alleen op uh, YouTube kunnen. Maar ik kan dat misschien toch nog ooit wel eens doen. Dus mindmaps, die, die helpen mij. En dan, uh, een van de dingen die ik doe die misschien anders zijn dan de meeste mensen. Ik, doe, uh, ik werk zoveel mogelijk rechtop. Staand. Rechtstaand. Uh, waarom doe ik dat? Omdat ik... Uh, ja, het, ik heb al gemerkt dat mij dat de dingen sneller en efficiënter laat doen. En ik heb ook al gemerkt dat als ik uh, complexe dingen of zo moet oplossen, dat ik dat beter kan doen als ik recht sta. Als, als ik een, een videomieting heb, een Zoom-meeting of een Teams of wat dan ook, dan zit ik. Uh, en dat heeft gewoon te maken met de camera, uh, hoogte van, van, ja, van mijn computer, van mijn laptop en mijn computer. Dus uh, dat is een beetje moeilijk om dat te doen. Maar anders, en ik moet dat misschien organiseren dat ik dat wel kan doen. Over moeilijke problemen trouwens, in mijn meditatie, s ochtends, in mijn ochtendroutine. ...ga ik soms ook een moeilijk probleem gewoon even parkeren in mijn meditatiemoment. En dus ja, mijn onderbewustzijn lost dat dan heel vaak op. Dat is enorm boeiend. Dus dat, dat is toch een onderdeel van, van hoe dat ik mijn werkdag organiseer. Dus goed, wat gebeurt er dan? Dan heb ik eigenlijk uh, ja, een aantal dingen die gepland zijn om in die een dag te doen. En daar wil ik zo dadelijk op terugkomen. Dat was eigenlijk de aanleiding van, voor mij van deze podcast... Um, maar dan natuurlijk, naast de dingen die je gepland hebt, ja, dat zullen jij ook wel hebben, heb je constant ja, afleidingen. Hè? Telefoon, e-mail, iemand komt even binnen, uh, dat soort zaken. En bij die afleidingen of bij die dingen die niet gepland zijn, uh, heb ik eigenlijk drie reflexen. Uh, mijn eerste reflex is: ofwel parkeer ik dat, omdat het niet past in datgene wat ik op die moment moet doen. En ik kan zo dadelijk een capstok geven waarmee dat ik dat dan bepaal. Uh, aan de hand van uh, ja, soort, ja, een soort. Formule, zal ik maar zeggen, die ik dan gebruik. Ofwel handel ik dat onmiddellijk af. En wanneer handel ik dat onmiddellijk af als dat iets is wat ik binnen de 60 seconden kan oplossen. Als het dus minder dan een minuut duurt om het op te lossen, dan doe ik dat dikwijls letterlijk à la minuut en in de minuut. En dan bedoel ik bijvoorbeeld uh, ja, iemand die bijvoorbeeld vraagt van wat is uw btw-nummer. Uh, in plaats van dan dat te gaan parkeren. En daar dan morgen of overmorgen op terug te komen, heel dat gedoe om daar dan overmorgen op terug te komen, dat zou mij meer tijd in beslag nemen dan dat nu even schrap binnen één minuut te doen. Het zijn zo van die dingen, zo dingen die je heel snel kunt beantwoorden. Alles wat binnen de 60 seconden past, dat, dat doe ik heel snel, dus dat is mijn... Ja, 60 seconden regel zal ik maar zeggen. Uh, een derde element wat ik gebruik, dus buiten parkeren in de 60 seconden regel, is uh, delegeren. Dat kan natuurlijk niet altijd en dat kun je ook niet met iedereen doen. Delegeren trouwens is voor mij niet hetzelfde als uh, een taak gewoon doorgeven. Ik zie delegeren als een element om de mensen in ons team, of als een onderdeel om de mensen in ons team te laten groeien. Dus, en dat brengt me eigenlijk tot die formule, uh, want ik gebruik dus uh, het mijn ja, het prioriteitenkwadrant. Uh, er is trouwens op het einde, gaat een link vinden, ik ga hem ook even vernoemen, uh, een link naar het prioriteitenkwadrant. Je kunt een business-tijd prioriteitenkwadrant gratis downloaden. En dat helpt mij eigenlijk om een onderscheid te maken tussen vier dingen waar dat iedereen tijd uh, in doorbrengt. Uh, de, het, het eerste kwadrant is het kwadrant van uh, dringend, maar niet belangrijk. En dringend, maar niet belangrijk, dat kan bijvoorbeeld zijn iemand die een BTW-nummer vraagt, dat je even dat doorgeeft, of dat kan iemand zijn die aan de deur belt om een pakje af te leveren. Als dat een onbelangrijk pakje is, als dat iets privé is of zo dat je daar hebt laten afgeven, dan is dat bijvoorbeeld uh, dringend, maar niet belangrijk. Waarom dringend? Ja, als die aan de deur staat, dan, dan belt hij, ja, dan moet er iemand open doen. Dus daarom is het dringend, maar het is niet belangrijk, omdat het niet echt een fundamentele bijdrage levert tot datgene wat je verondersteld wordt van te doen tijdens je werkdag. Dus dat is een eerste kwadrant waar we met z'n allen toch redelijk wat tijd in besteden en ik doe er alles aan om een tijd daar zo kort en efficiënt mogelijk door te brengen zodanig dat ik in dat kwadrantje weinig tijd verlies. Een ander kwadrant is dringend en belangrijk. Ja, het kwadrant dringend en belangrijk, dat is een waar wij helaas te veel tijd in doorbrengen. En hoe komt dat? Omdat we in een ander kwadrant te weinig tijd doorbrengen. En dat andere kwadrant is datgene wat nog niet dringend is, maar wel belangrijk. En daarom vernoemde ik dat delegeren. Mensen doen groeien, dat is niet dringend, maar dat is wel heel belangrijk. En als jij niemand hebt die je gegroeid is in je team, of ja, je hebt daar te weinig aandacht aan besteed en die persoon die is misschien vertrokken of die functioneert niet goed, wat dan ook, ja, dan moet je heel veel dingen zelf doen. En dat zijn dan dingen die je doet in dat kwadrant dringend en belangrijk waar je zo weinig mogelijk tijd wilt in besteden. En vandaar dat ik dus zei, delegeren, dat is iets wat ik op een andere manier bekijk dan gewoon die taak doorgeven. Je hebt nog een ander kwadrant, dat is niet dringend en niet belangrijk. Uh, dat is bijvoorbeeld, ja, afhankelijk van de staat waarin je planten zich bevinden, uh, je planten water geven. Als die niet echt half dood in de pot hangen, dan is dat niet dringend. Uh, en dan spijt me nu al voor alle plantenliefhebbers. Dat is in functie van datgene wat je moet doen in die dag waarschijnlijk ook niet het belangrijkste. Of je moest een plantenzaak hebben, natuurlijk. Dan is dat helemaal anders. All jokes aside. Ja, als de eerste keer is dat je naar de Business Day podcast luistert, zal ik het nu nog even herhalen of zeggen. Uh, er zit altijd een woordje in Engels in de Business Day. Ja, dat hoort er precies bij. Dat is van het begin zo'n beetje een, een rode draad geworden in de Business Day podcast. Dus dat prioriteitenkwadrant, daar kom ik dan even op terug, dat gebruik ik eigenlijk om te bepalen wat ik kan parkeren, wat ik nu direct doe, of wat ik eventueel delegeer, of... En dat is heel uitzonderlijk, waar ik misschien alles voor laat vallen en het dan toch inderdaad gaan doen. En dat kan bijvoorbeeld zijn, uh, ja, u een belangrijkste klant, of een heel belangrijke klant, of een heel belangrijk project waar dat iets moet gebeuren, of een zeer belangrijke opportuniteit die zich voordoet. Dus je kunt niet alles plannen. Maar wat was nu de aanleiding van deze podcast? Ah, wel, ik had vorige week een gesprek met uh, Bert, en Bert is iemand met wie ik uh, heel nauw samenwerk, en... Uh, Bert vroeg aan om mij, omdat wij enorm veel werk hebben, hij vroeg, ja, hoe doe je dat om uh, niet heel de tijd het gevoel te hebben dat je de dingen die je op je lijstje hebt geschreven, dat je er niet toe komt om die allemaal te doen? En ik weet niet of dat jij ook dat gevoel hebt, maar ik heb dat vroeger heel lang gehad. Hè. Dan maakte ik een lijstje en dan vroeg iemand, ja, ik zet het dan op dat lijstje en dan moest ik nog dat doen, ook op dat lijstje. En mijn lijstje werd daar weer precies alleen maar langer en langer. En ja, de dingen die dan precies... ...dan toch niet lukte in die een dag. Ja, die verzetten ik dan naar een nieuw lijstje van de volgende dag. En als ik zoiets dan drie of vier keer had verzet... Hè, ...dus van, van de maandag naar de dinsdag, van de dinsdag naar de woensdag enzovoort... ...ja, dan verzetten ik het soms naar de volgende week. En als ik het dan zo al een paar keer had verzet... ...ja, dan verzetten ik het nog heel ver of ik verzette het niet meer. Ik schrapte het er gewoon uit. En dus Bert vertelde mij dat hij dus... ...ja, Echt een uitdaging heeft. Dus die neemt zo'n boekskennis, liet me daar ook zien. Maar heel de tijd maar lijstjes en lijstjes en een vinkje ervoor of een streep erdoor en zo. Maar nooit echt het gevoel dat je iets hebt afgewerkt. En ik zei, wel Bert, ik had vroeger dus ook lijstjes. Ik herken dat helemaal. En ik weet ook dat dat mij eigenlijk. Allee, dat, dat werkte eigenlijk niet goed voor mij. Uh, dus ik ben uh, afgestapt van echt zo dat lijstje. En dan moet ik zeggen, ik heb. Uh, ik ben een grote voorstander van de 80-20-regel. Dus als je een lijstje maakt met tien dingen in, dan zitten er in dat lijstje van tien dingen twee dingen, die als je alleen maar die zou doen, dat je voor 80% een positief effect hebt op je dag. Zo'n lijstjes maak ik eigenlijk niet meer echt op papier. Ik doe het nu echt helemaal anders. Waarom? Uh, een van de redenen is dat ik dus nooit voldoening heb met dat lijstje. Met zo'n lijstjes. En, en Bert ook niet. En misschien gij ook niet. En een tweede reden was omdat je dus eigenlijk ja, constante dingen, dan, als je ze niet had doorstreept, dan toch maar nog morgen verzetten enzovoort. En vooral dat dat lijstje houdt wel rekening met het inhoudelijke van datgene dat op dat lijstje staat. Maar dat lijstje houdt geen rekening met hoe lang dat iets duurt. Of hoe lang dat iets mag duren. En ik begin. Ik ben eigenlijk. Jo, ik weet eigenlijk niet meer wanneer het was. dat was. toch al een paar jaar geleden. Ben ik begonnen met allez, gestopt met lijstjes, op die manier. En ben ik eigenlijk begonnen, op een heel visuele manier, mijn agenda in te vullen. En eigenlijk is dat dan mijn lijstje. Maar ik leed daarbij op een aantal dingen. Um, ten eerste, dus, ja, een agenda. Ik gebruik dan iCall. Jij gebruikt misschien Google Calendar of wat dan ook. Maakt allemaal niet uit. Is niet belangrijk. Dus je hebt een overzicht van een agenda. Ik gebruik een weekoverzicht. En ik kan dan eigenlijk mijn dag redelijk visueel ja, allez, zien. Hè. Uiteraard, als het visueel is, dan zie je hem. En ik zet daar, uh, in functie van datgene hoe lang ik denk dat die iets gaat duren, zet ik daar de zaken in die ik vind dat ik op die een dag zou moeten doen. Nu, je weet, de, er zijn een aantal wetten van Murphy. En een van die wetten is dat werk, uh, zich, allez, dat werk uitzet om de tijd die je ervoor hebt uitgetrokken, om die een tijd te vullen. He, dus als je zegt, dat mag een uur duren, ja, dan gaat dat ook een uur duren. Als je zegt, dat mag een half uur duren, dan gaat dat een half uur duren. Je ziet dat ook bij mensen die zeggen, ik kan uh, uh, een project starten of een winkel beginnen of wat dan ook. De, de aanloop naar die winkel, he, als die op 15 april zeg, nou maar iets open moet gaan, ja, dan gaat dat ook effectief tot 15 april duren. Dat is nooit niet klaar op 10 april. Dus dat is die wet van Murphy die je zegt dat werk eigenlijk zich uitzet. Maar ik zie het niet zozeer in functie van hoe lang, want ik hou eigenlijk ook rekening met onderbrekingen of afleidingen. Dus ik zet bijvoorbeeld iets, als ik, uh, ik moest feedback geven aan iemand vandaag, moest ik feedback geven over een bepaalde vraag rond een offerte. Uh, ja, dat is sales. Dus sales is voor mij in mijn prioriteitenkwadrant iets dat belangrijk is. Soms dringend, maar meestal is het niet dringend en belangrijk. Dus een aantal van mijn klanten en klantenprojecten zitten in niet dringend en belangrijk. Dus daar mag ik veel tijd en veel energie uh, aan besteden. En dus, dat was het eerste dat ik vandaag had, van uh, ja, die persoon feedback geven over die vraag die zij had over een bepaalde ja, salesproject. Uh, ik heb daar dan in mijn agenda visueel een half uur voor uitgetrokken, maar ik heb daar geen half uur voor nodig. Dus je bekijkt dat ook niet meer alsof ik dan dat half uur moet vullen. Integendeel, ik zit soms zelfs, twee dingen of drie dingen naast elkaar in datzelfde vakje van een half uur. Bijvoorbeeld, als ik drie mails moet sturen, drie korte mails... een mail naar die persoon, een mail naar die persoon, die persoon... dan zet ik die alle drie naast elkaar als aparte dingetjes... in dat timeslot van een half uur. Omdat die ook gewoon aan zich geen half uur duren. Dan, als het dus bijvoorbeeld gaat over een mail sturen naar iemand... dan zet ik, als ik dat gedaan heb, zet ik daar oké okay voor. En afhankelijk van hoe belangrijk dat het was of hoe moeilijk dat was, dat is heel persoonlijk, heb ik nu verteld. is dat een oké okay met een uitroepteken achter... of is dat een oké okay in hoofdletters met een uitroepteken achter... of twee of drie uitroeptekens. Als dat nu bijvoorbeeld, ik geef het even tussendoor mee... is dat ik naar iemand een mail moest sturen... met een vraag om informatie te krijgen... dan ga ik ook bijvoorbeeld op het einde van de week... als we vandaag maandag zijn, dan ga ik bijvoorbeeld vrijdag... in mijn agenda ook zetten... reactie gekregen van Nancy over de mail die ik vrijdag heb gestuurd, vraagteken. Waarom doe ik dat? Omdat ik geleerd heb dat als ik aan iemand een vraag stel, ofwel, en die persoon antwoordt niet, ofwel ben ik vergeten dat ik die vraag heb gesteld, ofwel zit dat toch altijd zo wat te sluimeren in mijn hoofd. En ik probeer zo weinig mogelijk dingen in mijn hoofd te laten sluimeren. Vandaar dat ik het er gewoon in zit, op de vrijdag heb ik al een antwoord gekregen. Uiteraard, als ik vrijdag nog geen antwoord heb gekregen, dan zet dat dingetje in mijn agenda mij aan tot een actie, namelijk... Een klein reminder, een klein kettebelletje sturen naar Nancy. Dus, kom even terug op mijn dag. Hoe ziet hij eruit? Kleine dingetjes van een half uur. Uh, ...die niet uh, dat half uur hoeven in te vullen en die bijvoorbeeld naast elkaar staan... ...die ik dan snel moet doen enzovoort. Bijvoorbeeld uh, betalingen of de loonopgave. Ik weet het allemaal niet wat jij moet allemaal moet doen. Dingen die snel en, en, en ja, eigenlijk heel vlot en efficiënt kunnen gebeuren... ...die zet ik daar dus uh, ook in. Ik nodig u uit om dat te doen. En dan heb je bijvoorbeeld dingen waar dat je meer tijd voor moet uittrekken. Ikzelf bijvoorbeeld, ik zorg dat ik elke dag tijd heb om te werken aan mijn business... Hey, working on the business en not in the business. In the business werken, dat is um, ja, dat mailtje sturen naar Nancy, dat is uh, als jij in de loonadministratie zit, uh, lonen doorgeven of als jij boekhouding doet, uh, het boeken van bepaalde facturen in- en uitgaan, wat dan ook. Dat is working in the business. Working on the business is tijd vrijmaken om na te denken. Hoe kan ik de dingen beter laten verlopen? Hoe kan ik de dingen efficiënter laten verlopen? Hoe kan ik mijn mensen doen groeien? Hoe kan ik mijn klanten tevredener maken? Hoe kan ik nieuwe producten bedenken enzovoort? Dus elke dag staat er in mijn agenda minstens één uur en soms ook twee uur waar ik echt werk aan de business. En dat is dan dikwijls uh, ongedefinieerd wat het dan is. Dat kan ook een beetje schuiven in een dag, afhankelijk van bijvoorbeeld ja, uh, dingen die ervoor zijn gebeurd, die dan misschien ineens rap moesten opgelost worden of die dringend waren, wat dan ook. Dus mijn een dag, die je wel helemaal is ingevuld, die is wel redelijk flexibel. Maar datgene wat ik in die dag heb gepland, dat, dat gebeurt heel zelden dat ik dat verzet. Dus dat impliceert ook even een gewoonte creëren om. Te beginnen beseffen hoe lang moeten die tijdslots worden die dat je er aan geeft. Ik denk dat de meeste mensen te rap, te veel dingen op een dag gaan invullen. En ik denk dat je daar moet zeggen, je kunt beter wat minder doen, maar het goed doen en er ook een gevoel van voldoening bij hebben, dan te veel op je hooi op je vork nemen en dan de helft ervan niet doen en dus geen voldoening hebben en dus ook niet die, dat belangrijke dat chemisch product in je hoofd krijgen, namelijk do dopamine. Dat u dat gevoel geeft van, ah, ik had een doel gesteld, een doeltje gesteld en ik heb dat bereikt. Dat afvinken, dat geeft je dopamine, dat geeft je een goed gevoel. En trouwens, dopamine zorgt ervoor dat cortisol, hè, stress, dat dat minder uh, negatieve effecten heeft. Stress heeft ook goede effecten, natuurlijk, cortisol ook. Maar als je uh, te veel en te lang. Te veel cortisol binnenkrijgt, dan gaat het minder dopamine produceren. En het werkt ook in de richting, hoe meer dopamine, hoe beter dat je ook die cortisol kunt bevechten. En dat geeft een goed gevoel. En als je een goed gevoel hebt, ja, dan functioneert het beter, dan werkt het beter, dan heb er meer plezier aan, enzovoort. Dus dan gaat alles beter. Dus, dat was dat. Als ik nu bijvoorbeeld een afspraak buiten huis heb, ik zal dat zeggen, Grimbergen, ik zeg nu iets, hè, Antwerpen Grimbergen, dan reken ik ook reistijd. En dan zet ik. Voordat ik naar daar ga, zit ik gewoon een blok, als dat bijvoorbeeld een uur rij is, zit ik een blok, letterlijk reistijd, in mijn agenda. En dan heb ik die afspraak, een uur, en daarachter ook weer reistijd. In die reistijd zit ik in een auto. Ja, en dan kan het perfect zijn dat ik op die moment een paar telefoontjes doe. Typisch wat ik dan doe is uh, van die telefoongesprekken van hoe is het ermee? En dan heb ik het niet over persoonlijke gesprekken, maar gesprekken van mensen in mijn professionele omgeving. In mijn team, klanten, wat dan ook, ook leveranciers, partners, waar ik gewoon eens met bel en zeg: hoe is het ermee? Dat zijn ook weer van die dingen die niet dringend zijn, maar wel belangrijk. Hè? Dus dat is dat, dat kwadrant dat je gaat terugvinden in het prioriteitenkwadrant, waar, dat zoveel energie, uh, ja, waar je eigenlijk zoveel tijd uh, moet aan besteden. Dus, uh, mijn dag, zoals ik zeg, is eigenlijk visueel wel een lijstje geworden. Maar het is een heel overzichtelijk lijstje. En als ik naar dat lijstje kijk, ook van de volgende dag, dan krijg ik goesting om dat te doen. Terwijl als ik vroeger zo'n lijstje had in een boek met tien dingen waar ik dan al drie of vier al vier keer net van overgeschreven, ja, daar word ik moe van naar te kijken en hier niet. Omdat uh, een lijstje van tien dingen in een boekje, daar kleeft geen tijd op, terwijl datgene wat ik in mijn agenda zit, daar zit wel een tijdslimiet op. En dat maakt het veel gemakkelijker en dat maakt mijn leven ook ja, wat rustiger, wat chiller. Ondanks het feit dus dat sommige mensen zo zeggen dat dat helemaal niet zo rustig en chill is. Dus dat is wat ik doe. Ik hou dat heel overzichtelijk. Uh, ik gebruik ook kleuren, uh, ja, omdat ons brein dat ook uh, op een makkelijke manier kan verwerken. En uh, ja, ik zeg het: dat is eigenlijk iets dat voor mij werkt. En dan zei ik in het begin van de podcast van ik kijk daar dan ook de dag ervoor daarnaar, ja dat doe ik dan ook, dus een dag voor mijn werkdag, kijk ik dan naar wat staat er allemaal in, wat moet ik allemaal doen. En soms heb ik wel eens het gevoel dat ik nou kijk van oei, dat is te zwaar, dat is te veel, dat gaat ga me geen goed gevoel geven. En dan wil ik wel eens een dingetje dat ik in die maandag bijvoorbeeld heb gezet, als ik er zondag naar rondkijken ben, verschuiven naar... Ja, nog een dag erop. Dat doe ik wel. Maar dat doe ik echt puur vanuit het gevoel... hoe ga ik die een dag ervaren? Uiteraard ga ik niet iets verschuiven waar dan een deadline om kleeft. Als dat morgen klaar moet zijn, als er een bepaald document is... dat morgen moet ingestuurd worden, een offerte die morgen de deur moet uitgaan... een bestelbon die morgen uh, ondertekend moet terugkomen enzovoort... dat ga ik niet verschuiven. Maar ik kijk wel met een, ja, vanuit een intuïtie en vanuit een gevoel... naar die een volgende dag... En ik wil eigenlijk ook pas um, ja, mijn agenda dicht doen. Als ik daar een goed gevoel bij heb. He, dus die zondagavond kijk ik. Ah ja, dat is goed, oké. Okay. En dan is dat mijn onderwustzijn op een heel chille manier. Dat weet dat wat er gaat gebeuren morgen, wat ik allemaal ga doen. Wat, welk dat er mijn pad allemaal gaat kruisen. En dat is oké. Okay. Maar ik wil wel elke dag een gevoel van dat is oké okay, hebben. En ja, dan is het ook oké. Okay. En dan werkt dat ook goed. Dus. Uh, ik overloop even ter afsluiting. Uh, ik bekijk dus s'avonds mijn volgende dag. Ik heb een heel bepaalde ochtendroutine. Uh, overdag gebruik ik mindmaps. En ik kan daar misschien later op terugkomen. Als ik afleidingen of ongeplande dingen heb, dan reageer ik. Ofwel door dat te parkeren en er dus niet direct op te reageren. Ik denk dat dat trouwens iets is dat veel mensen te gemakkelijk doen. Ik kom dan eens een smsje binnen of een WhatsApp of een of e-mail e en op direct reageren. Ja, dan, dan verstoor je alles. Dus je kunt heel veel dingen parkeren aan de hand van waar neemt die beslissing van het prioriteitenkwadrant, waar ik ze beet even de link voor geef. Of, als het minder dan 60 seconden duurt, direct afhandelen, zodanig dat je er bij wijze van spreken vanaf afzet. Dat moet er zelfs niet in uw agenda zitten, want dat is zelfs de moeite niet. Dat gaat u langer, dat gaat meer tijd in beslag nemen dat er zitten Dan het gewoon direct even afhandelen. Of delegeren, maar dan delegeren bekijken vanuit, hoe kan ik delegeren gebruiken om mijn mensen te laten groeien. En dan, heel specifiek, ik ben afgestapt van dat typische lijstje in een notaboek of, of notablok, of wat dan ook. En ik zet eigenlijk alles direct in mijn agenda, daarbij rekening houdend van wat is er dringend en belangrijk, niet dringend, niet belangrijk, etc. En daarbij rekening houdend met hoeveel tijd kan en mag iets gaan duren. En een gevoel hebben, als ik er op voorraad naar kijk, van ja, dat wordt leuk om te doen. Ik heb goesting om die een dag te beginnen. En uh, ja, een beetje gebaseerd op uh, intuïtie, op uh, ja, puur eigenlijk het gevoel. Dat is hetgeen dat ik u wil meegeven. Uh, als je u misschien ook de vraag stelt: hoe doen sommige mensen daar om precies tijd over te hebben, terwijl dat die toch wel ook heel veel dingen aan het doen zijn in hun professionele leven? Bij deze. Misschien denkt u, dat was allemaal een beetje veel om te onthouden. Wel geen stress, want zoals altijd kun je dan via het blogartikel van deze podcast alles terugvinden wat ik heb verteld. Dit was aflevering nummer 66. En dus dat betekent dat je een samenvatting vindt op www.businessdiet.be slash nummer 66. En dan bedoel ik, zoals altijd, het getal. Als je nu zegt van ja, ik vind het eigenlijk toch wel interessant wat die gast allemaal aan het vertellen is, dan kunt u je je abonneren als je niks wilt missen. Je kunt u abonneren op de podcast via Spotify of Apple Podcast, Of je kunt u ook abonneren via YouTube. Dan ziet je de podcast in beeld. En ik moet er eigenlijk ook nog even bij zeggen, vanuit een persoonlijke noot: dat doet mij echt heel veel plezier als je u abonneert, want dan krijg ik ook zo'n beetje feedback dat mensen het precies toch allemaal wel interessant of goed vinden. Bij deze aflevering hoort ook een gratis download, en dat is de ja, ik heb het vernoemd, hè, het Prioriteitenkwadrant, Al lang woord, het is aaneengeschreven, maar dus uh, klik op de link in de beschrijving van de podcast, of je kunt ook rechtstreeks gaan naar www.businessdiet.be slash, schuine streep, Prioriteitenkwadrant aan elkaar geschreven, en op zijn Vlaams dus K-W-A-D-R-A-N-T Indien je de aflevering leuk vond, deel ze dan zeker op Instagram en tag me met atbusinesstaart. Dat doet me echt heel veel plezier. Ik wens je veel succes en heel graag tot volgende week.